Mijn strijd richt zich op de politiek. De plek waar beslissingen over iedereen wordt genomen, maar waar niet iedereen meepraat. Zo zitten er op dit moment in de Tweede Kamer geen Afro-Nederlanders en geen Hindostaanse Nederlanders, mijn eigen afkomst. Ik vind het principieel verkeerd. Want niet alleen worden hier de beslissingen genomen over iedereen, het is ook de plek waar een beeld van leiderschap wordt geschept. En wie er leider mag zijn. Op dat moment is dat beeld dat de leider een witte man is. Soms misschien een witte vrouw die daar met pijn en moeite is gekomen. Dat gebrek aan representatie leidt ook tot pijnlijke taferelen, zoals toen de strijd tegen Zwarte Piet rond 2012 weer losbarstte. Terwijl de hele samenleving met elkaar clashte, zeiden politici dit is niet aan ons, maar aan het volk. Maar zij zijn het volk, zij vertegenwoordigen het volk en gaven daarmee eigenlijk toe dat zij niet in staat waren om dit gesprek over racisme met elkaar te voeren. Dat gebrek aan representatie leidt dus niet alleen tot dat soort tafereelen, maar zorgt ook voor minder vertrouwen en betrokkenheid bij de politiek door mensen van kleur. Het zorgt voor een gebrek aan rolmodellen voor kinderen. Wat je kan doen om dit te fixen, is gaan stemmen. Stem op mensen die lager op de lijsten zijn, die mensen van kleur die jouw stem nodig hebben om gehoord te worden. En maak de politiek zo weer iets van ons allemaal.